Welkom bij Recepten van Topchefs. Vandaag hebben wij Sunil Bahadur, de eigenaar van restaurant De Lindenhof in Nuenen. En we gaan voor het derde gerecht, het dessert. Gaan we een vanillecreme maken, dus ja. Een mooie anglaise maken met een cardamom. Die gaan we dan in een chiffon plaatsen en gekarameliseerde appel. En dan een prachtige appelbloesem erbij en een honeycress. En anijs en bloesem. Anijsbloesem. Ja, een beetje de toon ervan. Anijsbloesem. En een klein beetje gaan we dat afmaken met het lokaal olijfolie, die neutraal is. En dat geeft een hele subtiele smaak erbij. En versterkt ook de smaak nog. Ja, dus en we gebruiken ook natuurlijk de zwarte cardamom. Die is wat sterker van smaak. En de groene bij elkaar. Dus wat gaan we nou doen? We hebben een appel. En die gaan we natuurlijk schillen. En die appel die ga je karren snijden. Mooi aan brunoise. Aan brunoise snijden. En dan ga je hem karamelliseren? Ja, even in de pan aanbraken, bakken. Vanille. Die snij je open. Ja, en dan halen we even de merg eruit. Ja. Voegen we daarbij de appel toe. Zo. Suiker een beetje in de pan. Laurierblaadje erbij. Dan heb ik een luikje stroop. Daar zit appel, dadels en peer zit erbij. Je ruikt die appelstroop goed, hè? Dus, ja. Dan de appel erbij doen. Mooi laten karamelliseren. Ja. En hoeft niet te lang, hè? Die appels die mogen niet te gaar worden, want dan gaan we met elkaar natuurlijk. Hè? Dan wordt het appelmoes. Ja. Eventjes die laurier ermee, die vanille zit erbij. Ja, die smaken er even uithalen. Ja. Ja. Laurier halen we eruit. Ja. En dan hebben we een mooie compot van appel. Het is heel kort gedaan, je kunt het heel snel maken. Yeah. Dus als je wat gasten hebt zitten, dan gewoon alle minuut maken, dat is wel super. Ja. Dit hebben we klaar. Ja. Yeah. Heb ik de cardamom en espuma voor de cardamom espuma gemaakt. Ik heb een crème pat gemaakt met cardamom, de zwarte en de groene cardamom. Dus ze geven heel veel mooie specerijen bij elkaar. En die heb ik even laten rusten en dan trekken de smaak bij elkaar natuurlijk. Ja. En dan gaan we dat in het chiffon plaatsen. Ja. Iedereen kent de kidde, dat is deze. Plaatsen we hem hierin en eventjes wegzetten, koud zetten en dan kunnen we dadelijk weer gebruiken. En hoeveel patronen gebruik je dan? Twee patronen gebruik ik. Twee patronen? Ja. En een vanillecreme. Die gaan we dadelijk op de bodem plaatsen bij het dessert. Ja. Dus dat geeft heel mooie smeuïge smaak. Mooi verrijkt met vanille en een... dat kun je wel zien, hè? Dat, mooie eidooiers erin en een melk. Dus dan krijg je topsmaken bij elkaar. Prima. En dan de appel. Er mag ook een klein beetje vocht erbij, hè? Ja. Dan een, de espuma. De espuma. Espuma. En dan gaan we met die prachtige kres. Gaan we het gerecht afmaken. Afgarneren. En thuis, als u bezig bent, kunt u gewoon een mooie vanille-ijs bij je ijsboer halen. En dan een mooie vanille-ijs erbij. En dan is het heel lekker erbij, dat fris, dat koude met die warm en die espuma erbij. Ja. We garneren dat mooi af met appelbloesem. Ja. En dan een... die anisbloesem. Die anisbloesem, ja. Mooi, hè, dat geel. Ja, dat is heel apart. Dat geeft een prachtige smaak. Ja, moet je kijken. Maar ook hoe die als kleur weergeeft. En dan de honingcress.
beetje mooie kleur en natuurlijk ja, dat honingsmaak. Het gaat allemaal heel goed bij elkaar, dus je krijgt een fantastische combinatie. En een klein beetje de okaalolie, de olijfolie van Valderrama natuurlijk, heel subtiel. Een paar druppeltjes erop en dan een mooie glas en dan heb je een mooie combinatie. Ziet er geweldig uit, bedankt. Dankjewel. Ja? Kijk, het is heel makkelijk om te maken. Kijk, ik heb dat natuurlijk bewust gedaan omdat je dat thuis goed kunt maken en mooie smaken bij elkaar haalt. Dat het ook voor de hobbykok te maken is. Absoluut. Ja. Uitstekend. Bedankt. Dankjewel.